Als ik binnenkom, dan pak ik meestal eerst een kopje thee, want ik ben niet zo'n koffiedrinker. Daarna pak ik mijn takenlijst erbij, die mijn secretaresse aan het begin van de week heeft uitgeprint. Daarop staan alle taken die ik die week af moet hebben. Vervolgens maak ik voor mezelf een top 3. Die drie dingen moet ik die dag gewoon af hebben. En begin ik gewoon met nummer 1. Ik pak het dossier erbij, lees me even in, kijken waar het weer over gaat. Want het zakt relatief snel weg, omdat ik een heleboel dossiers tegelijk behandel. Daarna kijk ik wat ik al gedaan heb en wat ik nog moet doen. En dat kan bestaan uit een processtuk schrijven, een briefje naar een tegenpartij of een cliënt even opbellen. Dingen die ik schriftelijk moet doen, die spreek ik in op de dictafoon. Dat is wel echt even wennen aan het begin. Want je bent gewoon gewend om alles wat je schriftelijk doet zelf te typen, maar dat doen we gewoon niet. Het is gewoon sneller om het in te spreken. Vervolgens breng ik het bandje met het dossier naar mijn secretaresse en die werkt het dan uit. Het grootste gedeelte van de dag zit ik eigenlijk op kantoor dossiers te behandelen. Af en toe heb ik een zitting en soms komt er een cliënt langs om een zaak te bespreken.